Hoi en welkom. Ik heb weer een hartstikke leuk beginnersprojectje. Zoals je ziet, het is The Ring of Letters. Ik maakte dit schemaatje eigenlijk voor een ander filmpje waarmee ik bezig ben. Maar ik vond het zo leuk, ik denk, nou, even leuk om wel te laten zien. Hartstikke leuk beginnersprojectje. Het bestaat slechts uit twee IC's. Niet deze, maar deze hier, de NE555. En een CMOS IC, de 4017. Met deze potmeter hier kan ik het cirkeltje sneller laten draaien. Of langzamer. Dit is het schema. En dat draait allemaal om dit IC, de C4017. Dat is een logica IC. En wat dat doet is bij elke puls die hij ontvangt op pootje 14, dat is de ingang, als hij daar een puls ontvangt, dan maakt hij één van deze uitgangen hoog. Oftewel, er komt dus een spanning uit. En dat gaat om de beurt. Dus bij elke puls wordt bijvoorbeeld eerst deze hoog, en bij de volgende puls deze, bij de volgende puls deze. Dus als je daar ledjes op aansluit, dan zie je die ledjes mooi om de beurt oplichten. En als je ze in een kringeltje zet, dan krijg je een mooie ring of letters. Die pulsen die maken we natuurlijk met de NE555. Ik heb hem zo aangesloten met een potmeter, dat je de snelheid kan regelen. De snelheid van de pulsen en dus ook de snelheid van de ledjes. Je kan hem aansluiten op 5 tot 9 volt, want deze IC's die werken vanaf 5 volt, maar die werken wel tot een spanning van een voltje of 13, 14, 15. Maar bij 9 volt komt er een mooie stroom uit om die ledjes aan te sturen. Zoals je ziet is er geen weerstand om de stroom te beperken, omdat het IC gewoon niet meer stroom levert als wat nodig is voor die ledjes. Niet automatisch, maar hij kan gewoon niet meer stroom leveren. Dus bij een voltje of 5 levert hij ongeveer 6 mA. Bij een volt of 9 levert hij ongeveer 20 mA. Dat is prima voor een led, hè? 20 mA. Wil je hem aansluiten op 9 volt, dus bijvoorbeeld een 9 volt batterij, dan is dit een hele goede keuze, dit IC. Maak jij gebruik van 5 volt, bijvoorbeeld om hem op een USB-bron aan te sluiten, dan is het handiger om een iets ander IC te nemen, een iets modernere versie van deze 4017. Daar zullen we nu even naar kijken. Dan zullen we nu even naar dit IC kijken. Dat is de moderne 74HCT4017. Want ik draai nu op 9 volt, maar als ik dit schakelintje op 5 volt wil laten draaien, dan krijg je dus dit, dan branden de ledjes al een stuk minder fel. En nu zie je dat ook op 5 volt de lichtopbrengst prima is, dankzij dit betere IC. Ik trek de condensator van de 555 eruit om even de schakeling stil te zetten, zodat we de stroom kunnen meten. Kijk, deze levert zelfs 28 mA. Bij 5 volt. Dus bij 9 volt gebruik je deze ouderwetse C4017. En bij 5 volt gebruik je deze moderne 74HCT4017. Maar pas wel op, want de maximale spanning van dit moderne IC is 6 volt. Dus die mag niet eens op 9 volt. Kijk, en met 10 moderne LED's ziet het er dus zo uit. Het is dus gewoon een erg grappig schakelintje om een keer in elkaar te prikken op je breadboard. Nou, jullie gaan dit schema binnenkort nog een keertje terugzien in een nieuwe video. Maar voor nu in ieder geval, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.